Ik hou van reizen en ik schilder graag exotische beelden. We leven nu in een moment van de geschiedenis waarop de mensheid voor het eerst massaal is gaan reizen over deze aardbol. Mijn moeder leefde nog in een generatie die zich nauwelijks verplaatste. Reizen was eng, het buitenland was gevaarlijk en andere culturen waren vooral achterlijk. Voor mijn generatie is reizen bijzonder inspirerend. En voor de generatie na mij is reizen al volkomen vanzelfsprekend. De wereld wordt één geheel. Buitenlanders zijn geen rare mensen en culturele verschillen zijn bevruchtend in plaats van beangstigend. Wat ik noem de grote volksverhuizing is een centraal thema in mijn werk. Het idee voor het schilderij Nandi's Reis ontstond bij toeval. Het bronzen beeld van de stier Nandi staat in mijn tuin en ik heb het jaren geleden geruild tegen een schilderij. Op een dag zag ik Sarah bovenop het beeld staan en het leek of ze hem bereed. Ik pakte snel mijn camera en maakte een reeks foto's. Later nam ik Sarah mee naar de studio voor details van haar gezicht, haar benen en vooral haar handen. Want haar handen moesten de magie uitstralen alsof ze Nandi stuurde, met Nandi op reis was. En na de foto's komt het grote gevecht. Het idee is er, het fotomateriaal heb ik, maar ik moet alles nog omzetten tot een pakkend beeld. En daarin moeten droom en werkelijkheid tot een eenheid komen. Ik heb daarvoor meerdere schetsen nodig. Een spel met gedachten, met beelden en met schilderkunstige mogelijkheden. Uiteindelijk maak ik een bouwtekening waarin ik me kan concentreren op de compositie en de vorm die alle twee perfect moeten zijn. Ik ben dus dagenlang aan het tekenen met houtskool, met potlood, met pen. Pas in een veel latere fase bekommer ik me over licht en donker en over de kleur. En dan wordt de tekening uitgewerkt op doorzichtig papier. Het voordeel daarvan is dat je de tekening kunt opsplitsen in verschillende delen en die over elkaar heen kunt schuiven. Hierna wordt de tekening met eigen gemaakt vetvrij carbonpapier overgetrokken op het doek. Ik ga nu werken aan de onderschildering. Het is datgene wat volgt op de tekening waarin de vorm is vastgelegd. Nu gaat het om licht en donker. Dus je werkt hier met witte verf op een donkere ondergrond. En je zet alle partijen, zet je zo globaal, zet je zo'n beetje in eerste instantie op. En in tweede instantie doe je het fijner. Deze fase neemt ook weer heel wat dagen in beslag. Dat is eigenlijk de sfeer in je schilderij. En de sfeer in je schilderij is nog belangrijker dan de kleur. Pas in laatste instantie ga ik met kleur werken, maar daar ben ik nu nog niet aan toe. Dit is ploeteren op het licht en het donker en ook de vorm ben ik nog aan het corrigeren. Ik werk als het ware langzaam naar de kleur toe.
Ik heb er nu de onderschildering beëindigd. Dat is de fase waarin licht en donker dus zijn aangebracht. Nadat ik de tekening had gemaakt, krijg je licht en donker. Alleen de hele balans tussen licht en donker is nog niet in orde. Er zit veel te veel detail in de achtergrond en te weinig in de voorgrond. Dat is iets wat ik nu ga aanpakken. Ik ga nu een soort laag aanbrengen over het hele schilderij. Daarmee komt er meer balans in het schilderij. Daarmee komt er een soort zachtheid. En daarna ga ik dat opkleuren. Ik begrijp dat dit aan een hoog tempo moet gebeuren. Hè? Wat ik nu doe, is het uittamponeren van de kleur die ik heb opgebracht. De airbrush wordt wel het tovermiddel genoemd in de kunst. Maar het is eigenlijk een apparaat waar ik altijd ruzie mee heb. Het ding is of verstopt, of als je verder wilt is het leeg, het spettert. Het is een vervelende manier van verf opbrengen, maar toch is het heerlijk om te gebruiken. De achtergrond maken, dat zijn wel 1000 blaadjes schilderen. Of misschien nog wel meer. En dan moeten die blaadjes ook nog verlopen. Dus het moet, zeg maar, rondom het figuur moet het sterkste zijn. En verder van het figuur naar de randen af moet het vervloeien met de achtergrond. Ja, dat is nogal een klus van een paar dagen dit.